Wauw mensen, doe normaal! Kijk even hoe plat en blauw dit water is. Het is echt helemaal, helemaal fantastisch. Kom hier. Oh Jezus. Oké, het is nu 8:30. Ik word net wakker en Matthias en Christian hebben mij vannacht geprobeerd wakker te maken om 5:00 s'nachts. Ze hebben kaart op mijn deur geklopt, ze blijven kloppen. Vet irritant. Ik dacht even dat ochtend was ik was helemaal in de war. Maar ja, zij zijn natuurlijk super dronken geweest toen en ze slapen nu nog, dus ik ga ze even terugpakken, oké? Ja, let's go. Wake up! Wake up! Dit is payback. Oh my god. Oké, goedemorgen. Het is tijd om te vliegen naar een van de mooiste eilanden van Thailand. Namelijk Koh Samui. We zijn nu bij het vliegveld. Ik zeg al, wachten we nog op. Laten we gaan. We gaan nu naar ons resort toe en het wordt echt fucking vet. En we hebben een mooi resort aan de zee met het blauwe water. We hebben wel wat wolken nu, maar dan wordt het vast wel beter. Oké, we zijn aangekomen in het resort. How do you guys feel about this? We didn't see anything yet, but it looks good. Oké, mensen, kijk dit even. We hebben allemaal gewoon een zwembad voor onze deur. En dan heb je het uitzicht op de zee nog niet gezien. Dat heb ik ook nog niet gezien, maar dat ga ik je nu laten zien. Maar eerst ga ik jullie laten zien hoe mijn kamer eruit ziet. Oh mijn god. Dit is geweldig. Dit is mijn kamer, dit is mijn kamer. Oh nee, ik heb gewoon een bad. Ik heb gewoon een bad, gewoon een keigoed bad. En een douche. En wacht, nu komt het hè, want ik zag het al een beetje. Oké, dus kijken. Tada. Het bed. Wacht even, even testen. Oh. Ja. En nu, als ik naar buiten loop, dan zie je... Oh, een zwembad. En dan is daar de zee. Deze kamer is fantastisch. Holy shit. Ja. Yeah. Dus nog één keer. Het bed, tv en zo. Een spiegel. Een bad. Ik heb thuis niet eens een bad. En het zwembad voor de deur. Oké, zijn jullie klaar voor? Ik hou het spannend. Mensen, doe normaal. Dit is zo fucking mooi. En hoe ver je maar kan kijken, overal zijn nog andere eilanden en zo. Het is zo vet. Holy shit. Doe even normaal. Oeh mensen, we gaan nu plannen maken voor de komende 2 dagen. Want we hebben geen tourguide meer. Pom is weg. Ze mogen zelf bepalen wat we gaan doen. En we willen dus misschien een boottrip gaan doen. Hallo. Kijk even dit. Ah. Ik weet niet of je het goed kan zien. Maar al die eilanden daar in de verte vind ik zo fucking vet. En ondertussen is het resort. En hoe ver je ook maar het water in loopt. Het blijft gewoon... Tot aan je middel. We zijn nu uit eten op Koh Samui. Oh, het ziet er allemaal zo lekker uit. Kijk even naar wat ik heb gekregen. Hoe mooi ziet dit eruit? Ik heb gewoon een bloem gemaakt van mijn octopus, een vis. Ik heb garnalen. Oh, heaven. Oké, ik ga dit lekker opeten en dan gaan we kijken wat we daar gaan doen. Maar morgen gaan we in ieder geval de hele dag op een boot rond de eilanden. Oh, goedemorgen. Ik word net wakker, het gaat super goed met me. We gaan dadelijk de hele dag met de boot door allerlei eilanden heen varen. Waar ik super veel zin in heb. Mijn keel doet wel een beetje pijn, dus dat is een beetje jammer. Maar ik ga gewoon zo min mogelijk daaraan denken. Want ja, kijk, dit zou het als wat slapen. Super mooie achtergrondmuziek bij mijzelf. Yeah. Heya! Mensen, dit is Thailand. En ik hou ervan. Oké, voor als je dat zojuist niet meegekregen, we gaan een boottour doen rond allemaal eilanden hier in de zee in Zuid-Thailand. Ik tel af. 3, 2, 1, daar gaan we. Heya! Wauw mensen, doe normaal! Kijk even hoe plat en blauw dit water is. Het is echt... Helemaal fantastisch.
stoppen. Oké, mensen, eerst stoppen, gaan niet snorkelen. Ah, het water is zo blauw. Mensen, dit is zo fucking mooi. Ze noemen dat het apenhoofd. Dit is een aap, zie je dat? Het is echt heel mooi hier. En we gaan nu naar een zout watermeer. En we hebben onze eigen speedboot nog steeds, dus deze dag is echt fantastisch. Op het eiland, op een van de vele eilanden hier. Het einde van de zoutwatermeer. Let's go. Oké, we staan nu op een soort van uitzichtpunt. Kijk even om mij heen. Kijk met me mee. Dat is een kwal, mensen. Een hele grote kwal. Hello Tom, my Dutch friend. How are you doing? I'm doing really good. I'm doing good. Look at all the islands. Yes, ik heb even in de boot geslapen, maar we zijn nu aangekomen bij dit vissersdorpje. En hier gaan we eten. Eten, 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 lokken, eten. Oké, okay, kijk even wat wij eten. Yum yum. Oh, Christian. Oh, Audrey, it looks so good. Look at this amazing food. Real good Thai food. Mm. Oh my god! Oké, we zijn nu aangekomen op ons privé strand. Oh, mensen. Mensen, volgens mij hebben we een bijna privé eiland hier. Of een bijna privé strand. Ah, how you guys feel? You feel good? What? You feel good? Yeah, of course. So you feel good? I feel so good, Sam. Oké, mensen, ik kan nauwelijks zien wat ik eigenlijk aan het filmen ben, want de zon is zo fel. Ik heb het even niet gevlogd, maar dat komt gewoon dat we op een resort zitten en eigenlijk gewoon alleen maar aan het chillen zijn. En dat hier een hondje is. Hey, hondje! Ja. En voor de rest kan ik je vertellen dat ik gewoon echt net een paar of drie uur lang heb genetflixt in bed en er een beetje verbrand ben. Maar dat het helemaal geweldig is hier en dat ik geniet en dat we echt tot rust aan het komen zijn van al die drukke dagen. Trouwens, de Deense boys, die zijn een video aan het opnemen waarin ze exotisch fruit proeven. Ja, wat wil ik nog meer zeggen? Ik ga lekker weer genieten. Ik zie je later. Oké, mensen, heb je die kleine banaantjes hier wel eens gezien? Volgens mij heb ik ze al laten zien, maar die groeien dus gewoon heel klein. En je zou denken dat ze nu veel groter worden, maar dat is dus helemaal niet. Ze blijven echt zo klein en dan eet je ze ook zo klein. Oké, mensen, we zitten nu aan het water. Je kunt het eigenlijk al niet meer zien. Ik had het net moeten filmen, maar we zitten gewoon aan de zee. En we hebben de laatste maaltijd. Want zij gaan dadelijk allemaal via Bangkok terug naar Europa. En ik heb nog 2 dagen bijgeboekt, dus ik blijf hier alleen. En zij gaan uiteindelijk ook al opsplitsen. Maar dit is onze allerlaatste tijd samen. We hebben zo'n bijzondere tijd gehad met z'n allen. Maar dit gaat dus ons allerlaatste etentje zijn samen. En ik vind het zo raar. We hebben 10 dagen doorgebracht. Het voelt zo'n maand. Dit is zo'n bijzondere reis geweest. Met zoveel plezier, leuke ervaringen. Echt niks om over te klagen. Niet eens een klein iets, alles was gewoon geweldig van begin tot eind. Guys, oh, this was such a great experience. I'm gonna miss you. I'm gonna miss you too. Like this. Sad, how do you feel, Matthias? Like this. Yeah. How? Cheers! Cheers! Goodbye! Oh, I'm gonna miss you, Julia. Goodbye. Dit mensen, ik haat dit. Bye-bye. Vlogception here. Bye. Ah nee, dit is zo'n raar gevoel. Nu gaan ze allemaal weg en ik blijf hier alleen in het resort nog 2 dagen, wat heel chill is. Maar als je 10 dagen met een groep bent, dan ben je op een gegeven moment zo hecht en dan is dit echt niet chill. Oké, mensen, ik ben nog steeds in het resort, helemaal alleen nu. En kijk, vroeg aan mij van op Instagram DM van, ben je in Thailand? Ik woon in Thailand. Zal ik naar het eiland Koh Samui komen om jou op te zoeken? Dus ik zei iets van, ja, doet ze toch niet. Dus ik zeg van, ja, doe maar. Nu zegt ze dus letterlijk, ik sta voor je resort. Ik ben helemaal in de war, maar ik dacht, neem gelijk een camera mee. Ik geloof er eigenlijk niks van. Maar komt er dadelijk een kijker op bezoek in Thailand? Ik zit aan de andere kant van de wereld, doe normaal. Maar wel fucking leuk dat ze die moeite neemt. Dus ik ga even hoi zeggen met deze camera, I guess. En uitvogelen wat ik op de rest van deze dag doe, want ik ben jarig. En vooralsnog ben ik alleen in een resort, heb ik de hele dag geslapen, wat ik prima vind. Liever dan met 15 graden in Nederland. Hallo. Kom hier. Ik dacht eens een grapje maken. Nee, maak een grap. Dit is zelfs in mijn vlog. Hey. Oh, Jezus. Ik sta te... Hey. Ik ben Thomas. Ik ben Jeffy's moeder. Hoi.
Je bent echt gekomen. Ik dacht, maak een grapje? Nee. Zij wil graag bij mij. Ik wil ik zag in die video van Jongens Lezen Geheimen. Jij komt naar Thailand toe. Ik ga naar Koh Samui toe. Echt, ik was echt helemaal blij. En ik zeg tegen mijn ouders. En ik ging jou appen. Ik zeg, ik woon in Thailand. Ik heb gereageerd op de video. Ja, oh geweldig. Tijd van mijn leven. Oké, zo zie je maar. Het is helemaal geen grap. Ze zijn er echt. En ze gaan me nu een rondleiding geven over het eiland. En mij dumpen op een plek waar ik vanavond kan eten en feesten, want ik ben jarig, dus ik ga gewoon nieuwe vrienden maken en feesten, want zo zit mijn leven een beetje in elkaar. En dan ga ik straks s'avonds met de taxi weer terug naar huis. Let's go. Ik ben inmiddels onderweg met Jasmina en haar moeder, Asharia. Ik krijg gewoon een persoonlijke rondleiding nu over het eiland. Wie had dat ooit gedacht, dat ik hier Nederlandse of gedeeltelijk Nederlandse mensen tegen zou komen. En ze gaan me nu allerlei mooie plekjes laten zien. Kijk even waar we nu weer aan zijn gekomen. Aan het water. Hey, wat denk je ervan, Jasmina? Hey. Welkom in deze vlog. Jee, volg me ook op Instagram. Oh, ben jij er zo heen? Ja. Oh, lullig. Jasmina H1619. Oké, gaan we doen. Ja. Oké, we zijn nu aangekomen bij een of andere bezichtigingsspot. En blijkbaar is dat zo omdat dat op een piemel lijkt. En dat daar op een vagina. Maar dit is geen grap, dit is echt. De locals zeggen dat. Jasmina? Ja. Is het leven? Leuk. Is het raar om met mij op pad te zijn? Ja. Ik vind het zelfs raar, maar ik vind het wel gezellig. Het hele lieve mama. Eindje. Oké, ons eten is aangekomen. Kijk even. Oh, mensen, mijn favoriete gerecht. Pad Thai. En hier allemaal andere lekkere curry's en lumpia's. En oh, wat vinden jullie ervan? Lekker. Kijk het uitzicht. Ondertussen zitten we in de auto. En met mama en Jasmina. Hey ja. Ik zei altijd Jasmine. Hey ja. Kan ik er een hey ja mama? Hey ja. Ze gaan me nu afzetten op een plek waar ik een feestje ga bouwen. Yay. Bye bye. Oké, het zou dus een en al hot and happening moeten zijn. Maar omdat de koning dus gecremeerd is. Nadat hij een jaar lang heeft lopen wegrotten. Is alles super stil. Want niemand durft die muziek te maken. Want als je iets slechts doet rondom de crematie van de koning. Ga je de gevangenis in. Dus... Oké, er begint er al iets meer op te lijken. Maar nog steeds een beetje dood, toch? Ja. Oké, mensen. Ik heb echt de schattigste kat ooit gevonden. Kijk dit. Mauw, mauw. Close. Oké mensen, update. Verjaardag gaat goed. Ik ben best wel aangeschoten en ik heb net besloten dat deze man mij hier een Hello Kitty henna tattoo gaat geven op mijn pols. Ik weet niet waarom ik dit doe of dat ik er morgen nog een goed idee vind, maar ik ga het wel doen. Ik heb ook vrienden gemaakt met deze twee Engelse meiden. Hey. Hi. Ja, ik neem een Hello Kitty tattoo. Ja, hij is druk bezig. Kijk maar. Ik heb er nu al spijt van, maar ja, kan gewoon. Hey yo, mensen, het is echt leuk hier. Het is allemaal vuur en zo. En ik heb een Hello Kitty tattoo. En mijn verjaardag is echt top. Ja, wat ik even zeggen, doei. Kom ik fucking Nederlandse YouTubers tegen in Thailand? Yeah! Ja, misschien ken je hem al. Hij heet de Leroy Show. Ik vind het fucking raar dat ik jou tegenkom, maar ik vind het toch bizar. Het voelt bijna als een fucking grap. De laatste keer dat ik jou zag, waren we aan het drinken met Serena Bond. Nee, was op de gathering. Ja, goed. What the fuck, man? En ik ben nog steeds jarig, let's go! Oké, daar ben ik weer. Terug in Nederland helaas. Het is echt super vies weer hier. Ik ging van 33 naar 8 graden. En nu is het echt s'nachts gewoon min nog iets. En sneeuwt en hagelt het. Ik mis het warm in Thailand. Maar ik wil heel even kort vertellen hoe leuk ik deze reis vond. Ik heb die reis gekregen van Kilroy. En ik was echt nog nooit met een organisatie zo georganiseerd op reis geweest. Ik ging altijd met mijn ouders, reden gewoon aan met de auto, keken we waar we uitkwamen. En maakten heel veel avontuurlijke dingen mee. En kwamen onder de locals. En ik had altijd gedacht dat het eigenlijk niet mogelijk was.
mogelijk was wanneer je met een georganiseerde reis meeging. En dit was echt het tegendeel bewezen. We hadden best veel vrijheid en gewoon een superleuk programma. Waarbij we ook echt, vooral die dagen toen in samenwerking met G-Adventures, echt onder de locals zijn geweest. En zoals je hebt gezien, als je mijn vlogs hebt gekeken, zat mijn enthousiasme echt hier. En hoef ik eigenlijk niet echt reclame te maken. En kan ik gewoon eerlijk zijn dat dit een van de beste reizen is die ik ooit in mijn leven heb gemaakt. De stad, de mensen, de locals, de jungle track, de boottocht. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Het was in één woord fantastisch. Het had alle aspecten die een reis van mij moest hebben. Van rusten tot feesten, tot cultuur, tot locals. Tot het lekkerste eten dat ik ooit op vakantie heb geproefd. 3 keer per dag. Ik zeg één dikke dankjewel voor het kijken naar deze vlogs. Shoutout naar Kilroy dat ik met jullie mee op reis mocht. De linkje naar Kilroy staat onder deze video. Ja, ik ben gewoon fucking blij. Het was echt, deze reis was de shit. Bedankt voor het kijken van deze serie van Thailand Vlogs. Kijk ze vooral helemaal opnieuw en laat hieronder weten wat jij het leukste stukje vond uit mijn vlogreeks. Hieronder in de reacties. En ik zeg, abonneer op mijn kanaal. En moet ik vaker op reis gaan of moet ik vaker gaan vloggen en jou mee op reis nemen? Laat het dan ook weten. Ik check je later.